Breaking Mol nieuws in Wie is de Mol land. Yo mensen, welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je ziet zit ik weer in mijn oude vertrouwde omgeving. En heb ik mijn achtergrond iets aangepast. In deze video bespreken we alle nieuwe gevonden dingen over aflevering 7 van Wie is de Mol. Als je hier nieuw bent en meer wilt zien van dit soort video's, abonneer dan snel eventjes met het belletje aan. Zodat je altijd op de hoogte bent van alle nieuwe video's. Laten we dus maar snel gaan beginnen met de extra hints en theorieën van aflevering 7. Goed, allereerst een goede hint, of nou ja, een productiemontage hint. Die is gevonden door Max van de Telegraaf. Everon zegt in de testbiecht van deze aflevering namelijk het volgende. Kim, een hele goede mol. Je kan er gewoon niet peilen. Het ene moment is ze heel erg zweverig en aan het mediteren. En het andere moment staat ze mega aan en gaat ze als gek. Kim is voor mij echt een hoofdverdachte. Maar als we kijken naar de testbiecht van Everon in aflevering 5, dan horen we ook hetzelfde fragmentje als uit aflevering 7. Luister maar goed. Kim, je kan er gewoon niet peilen. Het ene moment is ze heel erg zweverig en aan het mediteren. En het andere moment staat ze mega aan en gaat ze als gek. Kim is voor mij echt een hoofdverdachte. Duidelijk hetzelfde stukje. Zit Everon wel op Kim deze aflevering? Of zit hij juist op iemand anders? Kim, een hele goede. Je kan er gewoon niet peilen. Je kan er gewoon niet peilen. Het is heel erg zweverig. Ze heel erg zweverig aan het mediteren. Mega aan staat ze gaat mega aan en gaat ze. Kim is voor mij echt een hoofdverdachte. Kim is voor mij echt een hoofdverdachte. Dan gaan we even naar het moment voor de schapenopdracht. We horen namelijk, terwijl Kim in de bus zit, dat ze zegt dat er een opdracht komt met dieren. Of in dit geval natuurlijk schapen. Daar heb ik even onderzoek naar gedaan. Iedereen die vindt het namelijk heel verdacht dat zij dat natuurlijk is. Dat snap ik ook wel. Het blijkt dat zij natuurlijk toen nog de moltelefoon in haar bezit had. En denk je, hoe dan? Nou, die had ze dus van Sahil gekregen in de vorige aflevering. We zien niet of Kim daar ook echt daadwerkelijk informatie uit heeft gehaald. Het kan namelijk ook gewoon een molactie zijn dat ze het al weet. Maar het is in ieder geval heel interessant om te weten dat zij natuurlijk ook nog de moltelefoon had. Aan het einde van de aflevering horen we Rick wel tegen Letitia zeggen. Letitia, dat zij de moltelefoon had. Dus ergens in het spel moet die nog zijn doorgegeven naar een andere kandidaat. En toen was ik nog een hint vergeten. Als we namelijk goed kijken in de leader, naar het stukje in de leader, nadat Thomas in beeld is gekomen, dan horen we een soort van geluid tijdens het lasergame. Dan denk je dat is misschien geheig of zo. Nee. Als we namelijk goed luisteren, dan horen we Thomas letterlijk zijn eigen naam fluisteren. Het shot zal een paar keer achter elkaar nu afspelen. Dus let op de woorden Thomas van Luyn. Nou, je hoort dus echt Thomas van Luyn fluisteren op een manier dat in de montage dat versneld is. Het zou iets kunnen zijn, het zou ook gewoon puur toeval kunnen zijn en dat we juist iets horen wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was dat we zouden horen. Dan tot slot nog iets over de tweede opdracht. Bij Freesia lijkt er namelijk geen bootje achter haar te varen. Daarnaast ook bij Thomas natuurlijk niet. Wel wordt er weer getoeterd naar haar. Wat ook te horen was tijdens dat gesprek tussen Everon en Freesia. Toen die moltelefoon afging. Is iets om mee te nemen naar de volgende afleveringen. En dat kunnen we natuurlijk ook echt niet vergeten. Wat? Wat zwaaien ze naar mij? Nou, voor nu bedankt voor het kijken naar deze hints en theorieën video. Deze extra hints en theorieën video, moet ik eigenlijk zeggen. Over aflevering 7 van Wie is de Mol. Abonneer voor meer. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij de hints en theorieën van aflevering 8. Laters.